Ga het veranderen. BFM presents News. Het zou best wel eens kunnen zijn dat je er misschien nog nooit geweest bent. Of dat je er wel eens geweest bent en daar zo enthousiast over bent... dat je denkt, nou, dat wil ik nog wel eens een keer meemaken. Kijken of ze dat nog een keer flikken. We hebben kaartjes voor Muse en we checken je even of je wel een grote fan bent. Want dan zou je elk liedje van Muse moeten herkennen... als we het door de Google Translate machine halen. Doe eens gek en luister hiernaar. Gek. Ik niet kan krijgen deze herinneringen uit mijn hoofd. Het is een soort van waanzin. Het begon te evolueren. Gek. Gek. Ja. Gek. Ik niet kan krijgen deze herinneringen uit mijn hoofd. Ja. Het is een soort van waanzin. Ja. Als je enig idee hebt welk liedje het is, laat het weten via de Stennis Message Servers 4x3 en tot binnenkort bij Muse. Oh, ik vind hem zo mooi, ik vind hem zo ontroerend, ik vind hem zo lief. Sef, en op een bankje. Sef. Hey Vienna, goedemiddag. Hallo. Hoi, ik neem aan dat ik het dan zo toch maar uit moet spreken, of niet? Ja, klopt, ja. Okay. Vienna. Ja, dat hoort ze de hele leven al. Dus ja. Ik wilde nou eens een keer haar een comfortabel gevoel geven... en niet dat liedje gaan zingen. Nou, ik vind het wel een mooi liedje, dus. Kan je eigenlijk niks schelen? Nou, oké. Okay. Nee. Dan gaan we dan. This means nothing to me, oh Vienna. Is het ooit zo lelijk voor je gezongen? Oh, nou, ik vind... Ja, ik vond het wel leuk, hoor. Ik vind grappig. Wat ben je toch beleefd? Nou ja, ik moet janken. Vienna, wenen. Oh. Het is toch een translate vermaak? Het is toch een vertaling? Ja, mooi. Ja, nou ja, goed. Vienna, voordat het een iets te lang verhaal gaat worden... om nog interessant te zijn als radioconcept. Welk liedje van Muse, daar gaat het om. Ik zal het nog even een stukje laten horen overigens. Gek. Ik niet kan krijgen deze herinneringen uit mijn hoofd. Het is een soort van waanzin. Het begon te evolueren. Gek. Gek. Ja. Nou, maak me gek. Ja. Ja. Nou, dat is madness. Ja! Ja! Madness is gefeliciteerd. Maar wat, Vienna, heb je nu eigenlijk gewonnen? Nou, dinsdag 4 juni mag jij naar de Amsterdam Arena om daar Muse te gaan zien. Oh, super. Hartstikke te gek. Niet vergeten, hè, want het is nog, duurt nog lang, 4 juni. Zet even in je agenda. Ja. Nou, dat gaat snel. Maar moeten we hier nog een sms'je of een WhatsAppje sturen? Dat hier... Nee, dat denk ik er wel aan. Oké. Nou, jij bent de klant, jij bent even koningin. Zullen we Muse draaien met Madness? Heb je er zin in? Of zullen we Vienna draaien van Ultravox? Waar heb je zin in? Nou, Muse liever, als ik kan kiezen. Ja, dat kan. Hier is die. Veel plezier daar, Vienna. Dankjewel.